We willen met elkaar een gedeelte lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome. Allereerst een aantal versen uit hoofdstuk 9, Romeinen 9. Vanaf vers 1 tot en met vers 5. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broeders, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn? Welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen? Welke zijn de vaders en uit welke Christus is zoveel het vlees aangaat? De welke is God boven allen te prijzen in de eeuwigheid. Amen. En dan nog één vers uit Romeinen 11, het 15e vers, Romeinen 11, vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Israël, als je kijkt op de landkaart, wat stelt het voor? Een klein landje gelegen aan de Middellandse Zee. En toch het centrum van de wereldgeschiedenis. Israël, een steen des aanstoots voor de wereldpolitiek. Omringd door vijandige landen. Mikpunt, het is al aangehaald, van ongekende spot en haat. Steeds weer bedreigd in haar bestaan. Op Urk, en dat is ook wel getoond, zijn wij Israël-minded. We zien elke keer weer, als er een conflict is, dan kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Immers, Israël is het oude bondsvolk. Israël is het uitverkoren volk. Israël is het volk waarmee de Heere een bijzondere band heeft. En wie God lief heeft, zo beleiden we toch, die krijgt ook dat volk lief. Ondanks wie ze is, en ondanks ook wat ze doet, houdt Israël toch een bijzondere plaats in het hart van Gods kinderen. Een christen die is voor Israël. En Paulus is daarvan een goed voorbeeld. Want Paulus, hij lijdt hartzeer om Israël. En daarin, als we dat lezen uit Romeinen 9... daar wordt er eigenlijk ook zichtbaar hoe onze houding, hoe ons gebed moet zijn voor Israël. En we willen luisteren naar die verse uit Romeinen 9 onder het thema hartzeer over Israël. In de eerste plaats de onbegrijpelijke ontrouw van Israël. En in de tweede plaats de onbegrijpelijke trouw van de God van Israël. Dus hartzeer over Israël, de onbegrijpelijke ontrouw van Israël en in de tweede plaats de onbegrijpelijke trouw van de God van Israël. Als we kijken naar Romeinen 9 en eigenlijk loopt dat door tot en met hoofdstuk 11, dan kunnen we misschien wel zeggen, zijn dit niet wat te vergeten hoofdstukken? Hoe vaak wordt hier nou uitgepreekt? En misschien soms een losse tekst die dan gaat over de vrijmacht van God. Terwijl toch hier in Romeinen 9 tot en met 11 het betrekking heeft op de weg die de Heere gaat met het volk van Israël. En het volgt op die machtige belijdenis aan het einde van hoofdstuk 8, dat niets en niemand een kind van God kan scheiden van de liefde van God die er is in de Heere Jezus Christus.
Dat is eigenlijk de zegenlied van het geloof waarmee Romeinen 8 eindigde. En dan gaat de apostel verder spreken. En dan spreekt hij eigenlijk van, hoe zit dat nou als het gaat om die zekerheid, hoe zit dat dan met Israël? Want het volk van Israël, dat wil van de Christus niks weten. De Joden, ze zijn het uitverkoren volk. Ze hebben een unieke plaats in het heilshandelen van God. Maar als Gods zoon naar deze wereld komt, verwerpt het grootste deel van het Joodse volk, verwerpt hem. Ze verharden zich. En dat laat de apostel nou niet onbewogen. Hij is immers zelf een Jood. Beleidt hij niet op een andere plaats, besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Bij Paulus de bloedbanden die blijven trekken. Hij heeft hartzeer over dat volk van Israël. En hij worstelt met die vraag, waarom de Heere Jezus nou verworpen is door zijn eigen bloedverwanten. Vele heidenen die tot God bekeerd werden en vrede mochten vinden in het bloed van de Heere Jezus. Maar de Joden keren zich van die Christus af. En dat doet de apostel nou groot verdriet. En hij zegt het in vers 2. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus. Voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Hij gaat er dus gebukt onder. De verlorenheid van zijn broeders naar het vlees. Ondanks de vele voorrechten waarin ze hebben gedeeld. Maar dat ze nou niet hebben begrepen hoe God hen nou wil verlossen van hun zonden. Dat gaat als het ware als een zwaard door zijn hart. Dat is een droefheid waarin Paulus trouwens niet alleen is. Want die droefheid komen we ook tegen bij de profeten in het Oude Testament. Eén voorbeeld, het Jeremia. Jeremia 14. Waar het ook staat in het 17e vers. Als Jeremia ziet het ongeloof van Israël. Mijn ogen zullen van tranen nederdalen, nacht en dag, en niet ophouden. Want de jonkvrouw der dochter mijns volks is gebroken, met een grote breuk, een plage die zeer smartelijk is. Het verdriet van Paulus over het ongeloof van Israël staat dus op dezelfde lijn als het verdriet van de oud-testamentische profeten over het ongeloof van Israël. En dat grijpt er bij hem diep in. Zelf is hij gegrepen door het evangelie. En wat leidt hij dan intens onder de onbekeerlijkheid van zijn bloedverwant? Niets kan hem scheiden van de liefde van Christus, het einde van hoofdstuk 8. Maar omwille van zijn broeders zou hij dat wel wensen. Hij zou wel verbannen, geëxcommuniceerd willen worden. Als hij daardoor zijn volksgenoten zou kunnen leiden tot de Heere Jezus. Dat is heel indringend wat hij zegt in vers 3. Ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn. Het is eigenlijk een woord dat je ook kan vertalen met vervloekt. Hetzelfde woord wat we lezen in 1 Korinthe 16. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En dan staat er diezelfde woordsoort als hier in Romeinen 9 vers 3. Dus als één die is verbannen. Zo diep gaat Paulus' liefde voor het Joodse volk. Hij zou wel verbannen willen worden als dat de verlossing van zijn volk teweeg zou brengen.
Dan vraagt hij wat. Verbannen te willen zijn omwille van zijn broeders. Zo groot is de smart van Paulus. Zo groot is zijn liefde. De apostel die zelf wel wil worden weggezonden uit de gemeenschap met zijn zaligmaker, als daardoor zijn medebroeders zouden mogen komen tot de erkenning van de Heere Jezus als de Messias. Proeft u daarin niet zijn liefde voor het Joodse volk? Nee, Paulus is geen, mag ik het zo heel eenvoudig zeggen, geen blinde Israël-fan. Nee, we krijgen hier een blik in het hart van Paulus. De kanttekeningen, die verwijzen hierbij naar het voorbeeld van Mozes. Mozes die eigenlijk hetzelfde heeft gedaan in zijn dagen. Toen de zonde van Israël, toen ook het volk van Israël de zonde met het gouden kalf heeft gedaan, toen wilde dus de Heere Israël verdelgen, uit zijn boek uitdoen. Maar toen ging Mozes pleiten voor Israël. En Mozes wilde zelf wel de straf dragen. Hij wilde zelf wel verbannen worden. En dan zie je eigenlijk Oude Testament, Mozes, Nieuwe Testament, Paulus. Je ziet bij hun beiden de gezindheid van Christus openbaar komen. Want hij is het toch die tot redding van zijn broeders naar het vlees daadwerkelijk zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En evenals die zondebok op die grote verzoendag uit het land der levenden verbannen is. Dit liefdesgetuigenis van Paulus, dat heeft hij van zijn meester. Die voorverlaters van God zelf door God verlaten wilde worden. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Zou dit getuigenis dan niet gevonden worden bij elk van Gods kinderen? Zou dat dan ook niet die bewogenheid zijn met de naaste die ten dode toe wankelt? Ga jij gebukt over het ongeloof van anderen? Hebt u ook, net als Paulus, zoveel hartzeer over de onbekeerlijkheid van zielen om u heen? Want wie verlost is door het bloed van Christus, die gunt dat toch ook een ander? Dan is het geen best teken als er geen hartzeer is over het ongeloof van je naaste. En is er ook die bewogenheid in het hart over Israël, de oudste broeder? Christus weende over Jeruzalem. Kennen wij nou net als Paulus en net als Christus ook iets van dat hartzeer over het ongeloof van Israël? Dat de plaats aan tafel, de plaats van de oudste broeder, dat die nog leeg is. En dat dat ons drijft in onze liefde voor het Joodse volk. Die betrokkenheid, die bewogenheid met de oudste broeder. En daarom ook dat gebed voor Israël. Paulus snapt niet dat ze de Christus hebben verworpen. Want er was geen volk dat zo dichtbij Christus stond als het Joodse volk. En dan gaat hij verder over de voorrechten die het volk van Israël heeft gekend, vers 4. Wie ze waren, welke Israëlieten zijn. Ze waren nakomelingen van Jacob. Israëlieten, overwinnaars Gods, delend in de zegen van God. Welke is de aanneming tot kinderen? Geroepen uit Egypte, aangesproken als de zoon, als de eerstgeborene.
Een volk dat deelde in de heerlijkheid. Ook in vers 4. Want ze reisden toch in de woestijn onder de wolkolom en onder de vuurkolom. Als teken van Gods tegenwoordigheid in de woestijn. En Gods heerlijkheid, zijn kaboot, die bleek toch ook in de aanwezigheid in de ark. Zij zijn het volk waaraan de Heere zijn naam heeft verbonden. En de dienst van God, ook dat staat in vers 4, die was aan hen gegeven. Want God had zijn huis in Israël. Zijn huis stond in Jeruzalem. Daar stond de tempel. Daar vond de offerdienst plaats. Daar werd de omgang met God gevonden. En alles in die tempeldienst wees heen naar de komende Christus. En daar hoorden ze ook de beloftenissen. De toezeggingen van God aangaande de komst van de Messias. Ja, Israël, en dan zijn we in vers 5, is het volk van de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. De stamvaders van Israël, waaronder God grote wonderen heeft gewerkt. Wat heeft hij niet allemaal aan hen gegeven? Hoe heeft hij hen niet ook bewaard in de loop der eeuwen? En hoe bleek ook later niet steeds weer dat God heeft gedacht aan zijn genade, dat God heeft gedacht aan Israël. Hij leidde hen uit de ballingschap. Hij bracht ze weer terug naar het beloofde land. Maar bovenal uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. Want Israëls verleden is Jezus achterland. Het is net al een aantal keren aangehaald. Het leven van de Heere Jezus is ook niet te begrijpen als we die plaatsen tegen de achtergrond van het Jodendom van die dagen. Hij, die geboren is uit een Joodse moeder. Hij die een Joods jongetje was, die naar de synagoge is gegaan. Hij die de Joodse gewoonten onderhield. De Joodse feesten. Die de Joodse taal sprak. En die zich ook hield aan de Joodse gebruiken. De zaligheid is uit de Joden. Want de zaligmaker is een Jood. Zo heeft hij onder ons gewoond. Als een Jood. Daar heeft hij zijn wonderen verricht. Daar heeft hij gepreekt. Daar heeft hij geleden. Is hij gestorven. En is hij opgestaan. Geen enkel volk heeft toch zoveel voorrechten gekend als dat Joodse volk. Wat erg. Ze moesten hem niet. Het was zijn eigen volk dat riep om zijn kruisdood. Het was het oude bondsvolk dat het uitriep, kruisig hem, kruisig hem. Zijn bloedverwanten waren niet zijn geestverwanten. Eeuwenlang had God hen voorbereid op de komst van zijn zoon. Maar het ongeloof van Israël lijkt het fiasco van Gods heilsplan te worden. Alle voorbereidingen ten spijt wil Israël niets weten van de Christus. En dat gaat Paulus aan het hart, omdat het Christus aan het hart gaat. Hoe onbegrijpelijk is die ontrouw en dat ongeloof van Israël. Trouwens. Hoe onbegrijpelijk is dan toch ook ons ongeloof en ontrouw als wij net als Israël aan die Christus voorbij zouden leven. En toch, ondanks alles, is God een getrouwe. En dat is de tweede gedachte. Nee, God die laat zijn volk niet los, omdat hij zijn woord niet loslaat. En Paulus zegt ook niet, kijk, de gemeente die is nou in de plaats van Israël gekomen. Het Joodse volk, dat is nu geen Israël meer. Nee, maar de heidenen die in Christus zijn gaan geloven, dat is nou Israël. En als je dan bij mij leest, de brief aan de Romeinen,
Als het gaat over Israël, over de belofte voor Israël, dan moet je daar maar aan denken, dat is dan de kerk. Nee, de vervangingstheologie wordt niet geleerd. Dat komen we ook niet terug in de schrift. God is getrouw. Er liggen beloften voor Israël. Nog steeds. En vandaar ook Romeinen 11. Want indien hun verwerping de verzoening is ter wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En daarvoor in vers 12. Indien hun val de rijkdom is ter wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. De volheid die staat dus tegenover de val en de vermindering. En de aanneming staat tegenover de verwerping. Waar eerst het overgrote deel van Israël Christus verwierp, zullen er straks velen in Israël zijn die gaan vragen naar de Christus. Eerst een kleine rest die Christus in het geloof aanneemt. Paulus is er een voorbeeld van. Maar straks, maar een hele kleine rest die hem nog in ongeloof verwerpt. Want het leeuwendeel zal in Christus de Messias vinden. En de kanttekeningen die zeggen bij Romeinen 11, als het gaat over die volheid, wanneer de Joden met grote hopen en menigte het evangelie zullen aannemen. God blijft trouw aan Israël. En de wereld die zal dat weten. Dat God aan Israël denkt. En Brakel die zegt dan in zijn verklaring van vers 15. Als God die verharde natie vervullen zal. Met geest en genade. In het herkennen en aannemen van de Messias. Dan zal zich in hen vertonen. Een grote liefde. Blijdschap. En heiligheid in het geloof. En dan zegt Brakel, het zal een uitnemender tijd zijn dan in de dagen der apostelen. De kerk uit de heidenen zal zo verlevendigd worden door de bekering van Israël, dat hun vorige staat erbij verbleken zal. De bekering van de Joden zal van veel grotere betekenis zijn voor de wereld dan hun val. Het zal de aarde doen opleven. Wat zal het anders zijn dan het leven uit de doden? Het zal een ongekende opwekking geven. En de grote daden van God worden als nooit tevoren wereldkundig. De oudste broer keert terug. De oudste broer neemt zijn plaats weer in aan de tafel. Israël en de volkeren zullen elkaar in Christus om de hals vallen. En het huisgezin van God, dat zal weer compleet zijn. Dat is wat de Heere nog toezegt in zijn woord. En dat zal er nog vooraf gaan aan de wederkomst van de Heere Jezus. Een ongekende bloeitijd. Dat die olijfboom in bloei zal staan. En wereldwijd zullen zondaren roemen in het kruis van Christus. En Jood en heiden, ze zullen elkaar vinden, als het ware, aan de voeten van Golgotha. Want voordat de Heere Jezus terugkomt, zal de wereld nog een tijd meemaken van grote bloei, als God zijn beloften aan Israël zal gaan vervullen. En daarom was er onder de Puritijnen ook zoveel liefde voor Israël. En zoveel gebed voor Israël. Want God zal de grote dingen doen met dat volk. In het heil van Israël ligt ons heil. En in haar geluk ligt ook ons geluk. Zeker, er zijn heel wat tekenen der tijden. En de schrift die noemt er ook meer dan één. Maar als het gaat om de tekenen der tijden. Als je wil zien hoe laat het is op de klok. Op de wereldklok. Let dan op Israël. Want Christus, die komt niet terug
Eer Israël zal komen tot de aanneming van haar Messias. En Spurgeon, die was daarin duidelijk. Die dag zal nog komen dat de Joden, die de eerste apostelen waren, tot de heidenen opnieuw binnengebracht zullen worden. Tot op dat ogenblik, zegt Spurgeon, kan de heerlijkheid van de kerk nooit haar volheid bereiken. En McShane, om die ook te noemen, die zei ook dat een opwekking in de kerk alles te maken heeft met het gebed voor Israël. En hij zei, als de christelijke kerk, als die Israël vergeet, kan het in de kerk nooit goed gaan. Laten we die les ook eens ter harte nemen. Hoe het in de kerk in ons land gaat, heeft het er misschien te maken dat we Israël zijn vergeten. En Boston die zei, als je verlangt naar een bloeitijd voor de kerk, als je begeert naar een opwekking voor de kerk die nu zo in verval is, dan moet je bidden voor de bekering van de Joden. Want de bekering van de Joden zal een grote zegen meebrengen voor de rest van de wereld. Begrijpt u dat ons daarom solidariteit met Israël ook is vereist? En dat daarom ook gebed voor Israël op zijn plaats is? En dat daarom ook de liefde voor Israël zo nodig is? Met het gebed, Heere, gedenk aan uw trouw. Heere, gedenk aan uw volk. Heere, gedenk aan de beloften die daar liggen in uw woord voor dat volk van Israël. En als dat gebed leeft, en als de Heere dat gebed op zijn tijd gaat verhoren, nou, dan gaan de graven open. Dan komt er leven in de dood. En dan wordt de naam van Jezus wordt aangeroepen door Jood en Heiden tot zaligheid. En dat is wat in de toekomst in het verschiet ligt. Maar dat bepaalt ons ook altijd weer ook bij die persoonlijke vraag. Grote dingen zullen er gebeuren. Maar is dat grote nou ook al in uw, jouw en mijn leven gebeurd? Van dood levend gemaakt. Van een verwerper van Christus tot een die door genade Christus heeft leren aannemen. Want voor een Jood, maar ook voor een heide, de zaligheid ligt alleen in Christus. En buiten hem niet. En weet, deze Christus, hij is nog een gewillige zaligmaker. En hij biedt zichzelf nog aan. Ook vanavond weer. En is het van 2-1. Net als wat het was voor het volk van Israël. Of je verwerpt hem in ongeloof. Of je mag hem door genade aannemen en hem belijden. Jezus, mijn Yeshua, mijn Heiland.